Er schijnt een licht in elk duister dat houvast biedt en troost. Het fonkelt van goedheid. Het twinkelt van liefde. Het brengt besef en hoop. Een mens heeft moed en mededogen, terwijl de een de ander helpt. Het zegt dat kalmte kracht is. Het is veel groter dan wijzelf. Het weet dat wat ons missen moet, ons niet zou kunnen raken. Het helpt ons niet te breken, maar juist om te helpen maken. Het maakt van ballast brandstof om meer uit onszelf te halen. Waar wij vergeten soms, onthoudt het ons. Tussen mens en in mens straalt het. Voor velen een houvast. Voor velen een thuis. Voor velen een anker in zeeën van ruis. Tegen Mozes: waarom vraag je mij om hulp? Zeg tegen Israëlieten dat ze verder moeten gaan. En pak jij je stok, houd hem boven zee en verdeel zo het water in tweeën. Dan kunnen de Israëlieten over de droge grond door de zee lopen. Ik zal zorgen dat de Egyptenaren jullie blijven achtervolgen. Dan zal ik laten zien hoe machtig ik ben. Ik zal de farao verslaan met al zijn wagens en soldaten. Dan zullen de Egyptenaren begrijpen dat ik de Heer ben. Toen hield Mozes zijn stok omhoog boven de zee. De Heer liet de nacht, hele nacht, een harde oostenwind waaien. Het water stroomde naar twee kanten en er kwamen droge grond tevoorschijn. Rechts en links was een muur van water. Daartussen konden de Israëlieten door de zee lopen, over droge grond. Zo redde de Heer hen op die dag van de Egyptenaren. Toen begrepen ze met hoeveel kracht de Heer de Egyptenaren verslagen had. Ze kregen grote eerbied voor de Heer. Ze vertrouwden op hem en op zijn dienaar, Mozes. Toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter ere van de Heer. Ik wil zingen voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my name. The stone away. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Een wereld vol corona. Zo moeten we het denk maar noemen. Wat een crisis deze tijd. En toch zijn er
in deze tijd nog een paar puntjes waaruit ik mijn hoop haal. De eerste is dat je nog van het lekker weer kunt genieten, zolang het er nog is. De mensen die nog gezond zijn en goed gehumeurd blijven, daar hou ik ook mijn hoop uit. Natuurlijk mogen we degenen die getroffen zijn en ziek zijn niet vergeten. Maar juist voor die mensen is hoop nu zo belangrijk. We mogen niet vergeten dat er ook nog licht in de wereld is. Niet alleen maar duisternis. Juist omdat ook de feestdagen rondom, ondanks het coronavirus, inslaat als een bom, zeg maar. Zijn juist de Pasen, de gebeurtenissen daaromheen, zijn van hoop. Het verhaal wat rond Pasen gaat, met Jezus en de opstanding, dat geeft mij ook hoop. Hij is opgestaan. Wij kunnen opstaan vanuit die zware coronacrisis. Als die helemaal voorbij is, dan staan wij op. Zien wij alle lichtpuntjes weer die ooit verloren zijn gegaan. En de mensen om me heen. En de verhalen. Daar haal ik mijn hoop uit. En lekker lopen door de natuur. Er zijn zoveel dingen die mij blij houden rond deze tijd. Ook al lijkt het dan wat minder dan anders. Ik zal nu jullie voorlezen uit Johannes, hoofdstuk 20, vers 11 tot en met 20. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabuni, dat betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. I'm alive because
dit stuk mooi, maar verwarrend. Want eerst denkt Maria dat Jezus de tuinman is. En het moment dat Jezus tegen haar zegt Maria, draait ze zich om. En zegt ze Rabuni, wat meester betekent. En ze heeft dus op dat moment door dat het, geloof ik, dat het Jezus is. Of in ieder geval de Heer is. Omdat ze achteraf zegt, ik heb de Heer gezien. Maar wat mij eigenlijk onduidelijk is, is wat er voor haar is veranderd. Want ja, ze zocht Jezus eerst. En ze dacht dat het de tuinman was. En ineens heeft ze door dat het Jezus is, geloof ik. En ik weet niet precies hoe dat kan. Maar verder is het mooi, vind ik. En ik vind het mooi dat Maria dit kan vertellen tegen iedereen, dat zij hem heeft gezien. En dat Jezus haar die opdracht geeft. Dat vind ik een mooi beeld. En het beeld van de engelen die bij het voeteneind en het hoofdeind van waar Jezus heeft gelegen zitten, dat vind ik ook een mooi beeld. Dat was het. Familie en muziek hoop, omdat we nu allemaal ver weg bij elkaar zijn en dan is familie wel fijn om elkaar te steunen. Ik vind het een heel mooi gebaar van die man dat hij iedere dag de kerk op klimt en dan, als hij dan boven is, is de bedoeling dat hij dichter bij God is. Hij kijkt hem over het wijdse Afrikaanse landschap, zonder wolkenkrabbers of sportvelden, gewoon, het is heel puur. Hij leeft ook heel puur, hij leeft een eenvoudig leven, met niet veel geld en hij is niet bezig met mode. En ik vind het ook heel mooi dat hij zo'n eeuwenoude kerk beheert, met allemaal oude geschriften. Het is misschien wel een van de oudste kerken ter wereld. Dat vind ik heel hoopgevend, dat er gewoon nog mensen zijn die gewoon bezig zijn met belangrijke dingen in het leven.